Mijn naam is Johan Blom en we hebben hier een melkveebedrijf met 46 koeien en bijbehorend jongvee. En het land, grasland, 35 hectare. Het bedrijfssysteem is eenvoudig met zomers dag en nacht weiden en 's winters kuilgras, geen bijproducten en biks. De stal is 39 jaar oud en met de maatvoering van toen weet Wendy 7 zich als toch een grote koe zich prima te handhaven. Ik heb Wendy 7 opgegeven voor de beste boerenkoeverkiezing vanwege haar hoge productie, haar duurzaamheid, haar vitaliteit nog op deze leeftijd. Het celgetal is altijd laag, misschien een paar keer een verhoging gehad. Haar productie zit nu op de 80.000 kilogram, ruim. Ze is bezig met de afronding van haar 8e lijst. Vetgehalte is gemiddeld genomen 5,36, eiwitgehalte 3,97. Vruchtbaarheid is ook prima op orde. Meestal is ze 1 of hooguit 2 keer drachtig. Toch heeft ze niet hele korte lijsten. Ik liet haar expres wat langer doorlopen vanwege haar hoge productie. Ze is een dochter van Horst Harry uit de moeder van Dustin. Dat is ook wel een beetje wat onze fokkerijfilosofie is. Een goede duurzame koe fokken met compensatie waar nodig is. Waar Dustin de duurzaamheid inbrengt en de hoogtemaat en de gezondheid. Dat Horst Harry daar weer wat steekjes op laten vallen. Maar die dan weer compenseert met uierkwaliteit en hoge gehaltes. En ja, als je dan zo'n koe eruit krijgt, dan is dat prima. Deze koe had ook mee kunnen doen aan de beste stoere koeverkiezing vanwege haar neuspiercing. Het is echter niet de bedoeling dat ze daarom de ring ingekregen heeft, maar vanwege als ze aan het voerrek staat dat ze happen kuilgras over haar heen gooit. En op deze manier is dat prima in orde. Wendy is gekeurd met 89 punten voor haar exterieur en 90 punten uier. Kortom, een prima kandidaat voor de beste boerenkoeverkiezing. Ik ben er blij mee. Hopelijk kan ze nog jaren mee.